zo'n tak van sport die er echt in problemen gezien bovenuit springt? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag om daar zo'n antwoord op te geven. Ik stel me zo voor dat met name de zaalsporten een stuk moeilijker zitten. In de eerste plaats al vanwege het feit dat je dus in een besloten ruimte zit. En vaak moeten die ook nog een keer in een gehuurde sporthal zitten of iets dergelijks. En daar komt al helemaal niks meer binnen, met name aan geld. We hebben alleen de zalen bij Acres die we huren. En Acres komt ons gelukkig daar heel goed in tegemoet. Dus zaalhuur hebben we op dit moment niet. Wel willen we natuurlijk onze trainers behouden, dus die betalen we door. Bij sommige clubs zijn trainers in vaste dienst, dus daar moet je ook gewoon doorbetalen. En je wil niet interen op je reserves, want die heb je natuurlijk eigenlijk voor hele andere doeleinden gereserveerd. Hoe lang ga je dat nog volhouden? Nou, dat houden wij gelukkig nog wel even vol. Dus dat scheelt. Maar wat ik zeg, kijk, het interen op je reserves, die mooie nieuwe spiegelwand, ja, daar wil je eigenlijk niet nog 5 jaar uitstellen. Die gave uitvoering met licht en geluid, kan die wel doorgaan aan het eind. Voor ons is het vooral de extra dingen. De dagelijkse dingen komen we gewoon rond, maar... Ja, ik maak me vooral veel zorgen om het gebrek aan sport voor de kinderen. Weet je, het gebrek aan beweging, zeker in deze winterperiode, waarin ze gewoon ook verder zelf weinig buiten in beweging komen. We hebben natuurlijk wel het geluk dat met name de jongere jeugd, je ziet ze hier achter ook bezig, die zijn nog lekker aan het ballen tot 18 jaar, mag dat nog. En daarna wordt het wat moeilijker om de mensen bezig te houden. Als ik met name kijk naar ons eerste elftal, dat is een heel groot probleem. Die kunnen eigenlijk helemaal niets op dit moment, omdat je maar met maximaal 2 man mag werken. En daar worden de trainers een beetje gek van. Voor de jeugd kunnen we gewoon nog een heleboel alternatieven bieden. Naast het feit dat de trainingen door kunnen gaan, hebben we ook wat acties ondernomen. In de zin van dat we de jeugdploegen de sleutels van de accommodatie geven. Dat ze dus ook buiten de trainingstijden hier terecht kunnen. Ze kunnen bij het ballen ook, ze kunnen bij de lichtkast, ze kunnen het veld op. En als ze zich netjes gedragen, dan blijft dat gewoon zo. Zolang als deze maatregelen blijven gelden. Als wethouder sport ben ik ontzettend trots op onze Apeldoornse sportverenigingen. Ik denk dat de coronacrisis ook laat zien wat het belang van sport en bewegen is. En al onze Apeldoornse sportverenigingen willen daar graag een bijdrage aan leveren. Daarom steun ik onze sportverenigingen. En ik hoop dat u dat ook doet.